Professor Etienne Vermeers, filosoof en ethicus. Ja, tijdens de voorbije reportage, 6 minuten, zijn er netto ongeveer 800 mensen bijgekomen op aarde. Zijn wij de soort die zo succesvol is dat ze finaal alles kapot maakt? Ik denk dat die soort alles kapot maakt. Er zijn tot nu toe 5 grote extincties geweest in de geschiedenis van het leven. Sinds het Cambrium zijn er 5 periodes geweest waar ongeveer 80 tot 90% van de levende wezens verdwenen zijn. Men begint nu te spreken over de 6e extinctie. Ja. En dat die eigenlijk nu sneller gaat dan die 5 vorige. Maar er is een groot verschil. Ja. Wij zijn de oorzaak nu. En er is een groot verschil, want wij pretenderen dat we verstand hebben. Dus misschien kunnen we het nog ongedaan maken. Ja, dat heb ik ook gedacht. En ik denk dat eigenlijk al heel lang. Om eerlijk te zijn, toen ik nog in het noviciaat was bij die Jezuïten, laten we zeggen in 1955, toen had ik al problemen met de leer van de kerk over contraceptie. En ik zei tegen de novicemeester, ik zei, ja, maar dat kan toch niet blijven duren, die aangroei. Mm-hmm. En de novicemeester zei, er zijn nog zoveel woestijnen die kunnen ontgonnen worden. Ja. En ik heb daar niks verder over gezegd, want het probleem was dan, als die dan ontgonnen zijn, wat dan? Het kan dus niet blijven groeien. Later, 25 jaar geleden ongeveer, heb ik daar een boek over geschreven, over de hele milieuproblematiek, De Ogen van de Panda, dat nu voor een jaar opnieuw uitgegeven is. Toen heb ik als een van de centrale punten die bevolkingsexplosie naar voren gebracht, gekoppeld altijd aan het feit dat naast die bevolkingsexplosie een consumptie-explosie zich voordoet. Want inderdaad, er zijn altijd maar meer mensen, maar die mensen willen ook allemaal, ook meer. Ze willen ook allemaal zo rijk worden zoals wij zijn. Je moet even nadenken. Dus als China en India blijven groeien zoals ze nu groeien, dan zegt men dat dus de wereldbevolking alles samen tegen 2050 rond de 9 miljard zou draaien. 9,5 miljard. Maar als ze het consumptiepeil bereiken tegelijkertijd, alleen maar China en Indië, als ze het consumptiepeil bereiken van ons nu, dan moeten er 72 miljard mensen die consumptie krijgen. Ja. Maar het 72 is toch ook, miljard. Ja, dat stelt meteen het probleem heel scherp. Anderzijds, het is toch ook onmogelijk om van hen te verlangen dat ze niet zo rijk kunnen worden als wij. Dat is het probleem dat ik het ethisch-ecologisch probleem genoemd heb. Dat wil dus zeggen, als je ethisch denkt, dan moet je, alle mensen zijn gelijkwaardig, dan hebben die mensen het recht op het onze. Maar als zij alles krijgen wat wij hebben, dan komen we aan die 70 miljard, wat natuurlijk een catastrofale ramp is. Dus dat kan niet. Maar dat is dan de ethische catastrofe. Als ze hetzelfde krijgen als wij, is de ecologische catastrofe. Maar als wij ze naar beneden houden en ze niet vooruit gaan, is het de ethische catastrofe. Er is de andere kant van het probleem, namelijk de bevolkingsaangroei, bevolkingsexplosie. Is het realistisch om te denken dat die kan gestopt worden, dat we tot een wereldwijde geboortebeperking overgaan? Ik denk dat dat in principe realistisch is, als de mensen maar zouden willen luisteren. Ja, maar willen ze luisteren? Na mijn boek Ogen van de Panda heb ik jarenlang lesgegeven, postgraduate, aan mensen uit ontwikkelingslanden die over milieuproblematiek wilden horen. En ze waren met alles wat ik vertelde akkoord over het milieu en dit en dat en dat. Tot ik begon over kinderbeperking. En zeker de Afrikanen, die wilden daar niet over horen. Nu, bij hen is het probleem het ergste, maar die wilden daar niet over horen. Maar wat ik ook zeer erg vind, dat is dat de geleerden en de politici van hier, dat die daar absoluut niets aan doen. We hebben de ramp gehad in Haiti. Men heeft daar mensen geld gevraagd voor van alles. Ik heb niemand horen spreken over geboortebeperkingen in Haiti. Ja, want wat zouden ze kunnen doen? Ja, ze zouden kunnen in plaats van $1000 te geven voor dit of dat of dat, $1000 aan iedere vrouw die zich laat steriliseren. U zegt dus eigenlijk, dat een van de voorwaarden voor ontwikkelingshulp net die geboortebeperking zou kunnen zijn. Ja, maar natuurlijk, kijk, Haiti had in 1961 een bevolking van 3,8 miljoen. In 2009 9,0 miljoen. En je mag rekenen, als het zo volgt, wordt dat binnen 20 jaar, binnen 20 jaar zitten ze aan het dubbel daarvan. Pakistan had bij het ontstaan ervan, dus rond de jaren, het einde van na de Tweede Wereldoorlog, 33 miljoen inwoners.
in 1951. Nu zit Pakistan aan 174 miljoen. Die ramp die daar nu gebeurd is. Waarom is dat onder andere zo verschrikkelijk? Omdat talloze mensen op plaatsen zijn gaan wonen waar het gewoon niet te wonen is. Niger, het armste land van de wereld, het absoluut armste land van de wereld, heeft het grootste fertiliteitscijfer. Dat wil zeggen, per vrouw, het hoogste aantal kinderen per vrouw in het armste land van de wereld. Wel nu, dat hangt zo goed samen. Men moet die mensen... Maar het moet beginnen bovenaan met de politici. Ja. Als er niemand in Kopenhagen, als er niemand in Nagoya of Cancun of waar ook, als er niemand spreekt over geboorteregeling, hoe kunnen die gewone mensen het dan weten? Ja, maar het is nu 11:55. U bent er nu al heel uw leven mee bezig. Bent u eigenlijk pessimistisch of optimistisch dat we erin slagen om dit probleem onder controle te krijgen? Wel, mijn laatste boek dat pas verschenen is, een gesprek met Dirk Verhofstadt, een zoektocht naar waarheid. Daar spreek ik over de dood. En ik heb met de dood niet zo erg veel problemen. Mm-hmm. Maar daar staat wel in dat ik het verschrikkelijkste van de dood voor mij, dat is dat ik zal sterven met de wanhoop dat het bevolkingsprobleem niet zal worden opgelost. Dat is voor mij het rampzaligste. Ja. De rest, mijn leven is behoorlijk geweest. Maar dat te moeten beseffen, dat er daar honderden miljoenen mensen zullen sterven zoals er vandaag. Vandaag sterven er 20.000 mensen van de honger. Vandaag, hè? 20.000 van de honger. 1 miljard 32 miljoen mensen zijn ondervoed. 1 miljard 330 miljoen 350.230 hebben onvoldoende toegang tot drinkwater. Nu 1 miljard, dat is de wereldbevolking in 1800. Dus, en als men dat nu niet beseft, en als je daarover spreekt, dan zeggen ze, ja, je bent weer bezig. Ja, dat zeggen ze ongeveer altijd. Maar dat is toch verschrikkelijk. Iets dat zo simpel is, dat ieder kind, vroeger zei ik de kleuterklas, maar nu zeg ik dat ieder kind in de peuterklas dat kan begrijpen. Dat niet onbeperkt aantal groeien in aantal en nog eens onbeperkt aantal groeien in consumptie. Dat kan toch niet? Ja, zo is dat. Laten we hopen dat het toch ooit eens gehoord wordt. Bedankt, professor Vermeers. Dank u.